Hallo, we staan hier in het woonhuis van Jan Andersson, wat naast het Streekmuseum is gelegen. Ja, en daar gaan we zo naartoe, hè? Dan gaan we even een kijkje nemen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst eens even kijken wat voor mooie kunstwerken hier hangen. En wat wou u? U wou hier wat? Dit is een pijpenkist uit ongeveer 1780. Ja. Waarbij je ziet dat de eerste haring. Oh ja, in de chaise. In de chaise. Ja, nou, dat is nog geen chaise, maar dat is een soort voorloper van een chaise. Waarbij de haring naar de stadhouder wordt gebracht. En dat kan open? Ja, dat kan open. En daar zaten de. Daar zat de pijpen in. Oh, wat leuk. En dan kan je dit hier aan de voorkant zien. Ja, en, ja, en wie heeft dat geschilderd? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Er staat alleen hier eerste haring. Ik weet niet wie dat kan lezen. Het is wel een uniek exemplaar, hè? En dan hiervoor op de deksel twee visserschepen. Die te zien zijn. Ja. Oh, wat mooi. En dan zie je hier een juffrouw in zo'n pothuis. Dat is zo'n dingetje met een kelder onder een huis. En dan er waren toen de tijd nog geen winkels waarbij ze haren verkoopt. Wat leuk, zeg. De visbank. De visbank. Op de Westhavenkade. Ja. Ja. Met nog de ouderwetse pop. Anton Pieck. Ja, alleen dat is een. Een 3D, hè? Een gemaakt dingetje. Ja. En daarboven hangt. Daar heb je wat kleine stukjes potterie en beeldjes. Maar daarboven hangt. Uit de Franse tijd. De ingang van de haven van Vlaanderen. Oh, wat mooi. Waarbij je ziet dat de rivier veel breder is tegenwoordig. Ja. Ja, inderdaad. En je ziet dan. De molen en de grote kerk. En je ziet dan op de Nieuwe Maas, of toen eigenlijk terrein, zie je een aantal schepen Vlaardingen passeren. Mooi, hè? Goh, zeg hé. Wat leuk. Wat is dit? Dit is ook. Dit zijn prenten uit 1856 van Wim Rutteveld. Met allemaal de. Oh, wat mooi getekend, joh. Ah, dat zijn litho's. Of lithografie. Dus ze zijn eerst getekend en dan op steen gebracht. En dan iedere steen heeft een bepaalde kleur. Kijk eens hoe die gezichtjes zijn getekend, joh. Echt super gaaf. En dan daarboven heb je de Hoogstraat. Begin van de Hoogstraat. Met een gezin van een koopman. Voor de deur. En met de grote kerk. De verkeerde toren gebouwd. Want dat is toch de toren die daarvoor gestaan hebben tijdens het. Het is nu gerenoveerd. Het ja, is nu. Maar die toren is in 1786 verhoogd. En dat wisten ze in de 19e eeuw niet. Dus hebben de ouderwetse toren hebben ze nog gebruikt. Hé, en hier hebben we zo'n bekend beeld van. Ja, dat ja is het die staat voor de grote kerk, toch? Ik heb zelf initiatief genomen om de. Zeg maar het Geuzenmonument op te richten. En is deze gemaakt door meneer Droppert? Ja, Leen Droppert. En daarnaast zie je ook een beeld, de jager van Leen Droppert staan. Oh, gaaf. Oh, leuk. Dit is de jager? Nee, dat grote ding. Oh, hij heeft dat jachtgeweer onder zijn jas. Nou, voor de rest zijn het wat kleine broertjes. Leuk, leuk. En dit, wat is dit? Een schilderij van Chabot. Chabot? Bart Chabot? Ja, misschien. Dit is Terbregge met de Rotte. Terbregge met de Rotte, dat is in Rotterdam. Ja, dat is een schilderij wat in de 40e jaren in het museum van Boijmans heeft gehangen. En dat is door iemand gekocht. En ik heb het weer van die man gekocht die. Ja, dat heb je toch in een museum gehangen? Ja, het heeft in een museum gehangen. Prachtig. Mooi zeg. En is er nog meer? Even kijken hoor. Dit vind ik ook wel heel interessant. Dat is een schooltas. Met, een schooltas? Ja. Voor 1880. Dat is geen schoolbanken zoals we nu kennen. Maar ieder kind zat op een lange bank met een kistje op de knieën. Ja. En zat er in die schooltas zat een aantal, nou, het is een hinderlopenkast.
Ja, ook heel erg mooi. Nog nooit gezien. Een hinderlopen. Ja, hinderlopen. Versierd met hinderlopen. Even kijken. Motieven. Ook heel erg mooi. Mooi getekend. Nee, dat kende ik nog niet. Nou, dan hebben we hier het schilderij. Van 1948. Ja, dat is ook heel erg mooi. Een paradies. Wauw. Wat een prachtige stijl hebt die. Ja. Henry. Paradies. Herman Paradies. Herman Paradies. En dan zie je nog de scheepverf. En is dat een Fransman? Nee hoor, dat is een Nederlander. Dat is gewoon een Nederlander. Klinkt een beetje Frans. Paradies. En dit is ook in Vlaardingen? Ja, ik zie het. De visbank staat daar. En wanneer is dit geschilderd, weet u dat? Nou, ongeveer 1948. 1948. Oh, wat mooi joh. Deze vind ik ontzettend mooi. We hebben hier een duwslee. Met allemaal voorstellingen door. Kijk nou. Wat uniek joh. Allemaal unieke dingen. Erg leuk. Nog een sleetje ernaast. Dan hebben we hier een correctebus. Zo. Uit, als ik mag, naar 1711. Wauw. Nee, 1762. 1762. Toen was ik nog niet geboren. Nee, zelfs ik niet. Nee. Je ziet een man in Vlaardense dracht. Met vis op de haring. Ja. Zou dat een haringverkoper zijn geweest? Nee, stokvis. Stokvis. Ja, het is dat de kabeljauw werd dan gedroogd en uiteindelijk verkocht. Nou, hier een emaille schilderijtje, dat is eigenlijk zeldzaam. Deze? Ja. Emaille. Oh ja, dat wordt dan gebakken volgens mij. Ja. Oh, dat is leuk. Het gaat als poeder op en dan wordt het gebakken. Ja. Dan wordt het in de oven gedaan en dan krijg je die kleureneffecten. Een visser schilderijtje. En hier een schilderij van de Sluisse Dijk. Hé. Hey. Ja, ik ben zelf postbode. En dat was vroeger mijn wijk, de Maassluisse Dijk. Je loopt nu ongeveer... Maar dat is heel veranderd, zeg je. Ja. Oh. Nou, je kan toch... Dit is ongeveer bij de Beethoven-singel. Ja. Die is later aangelegd. En je ziet de kerk en links al die straatjes. Prachtig, en al die bomen toch. Ja, zeg hé. Nice. Nou, dan hebben we hier een 18e eeuwse bouwkast met wat Delfts aardewerk. Ook al zo'n mooie grote kast. In het museum Vlaardingen staat een enorme grote kast. Een visserijkast. Zo, die is groot. Ja. Dit is ook mooi. Mooie ornament boven. Ja. Dan hebben we hier. Hebben we daar een tegel? Ja. Oh, ja. Die komt weer terug, hè? Ja, gelukkig. Die is een tijdje weg geweest. Dat is ook een soort lito. Die heb ik ook nog eens een keer getekend voor de krant. Ja, dat is een ding uit de Groepolder, van een tegeltableau met een Otto's tegelbakkerij. Is dat nou dat groene erin zit, of is dat weer zo? Ja, dat is, ja, dat heeft met het bakproces te maken. Oké, okay. Ook weer interessant. Is dit ook de Vlaardingen? Nou, het is een gezicht van een boerderij, maar het komt wel aan de Vlaardingse boerderij. Nou, dan zien we hier nog een prachtig schilderij. Aquarel, ja. Kubinghaal. Ook heel erg stoer. Dat is het gebouw van Hoogendijk en de Koninginnenhaven met twee stoomloggers. En die mevrouw Kubinghaal was een dochter van de reder Kwakkelstein. Kwakkelstein, ja. Ik zie die is later naar... Ja, rederij. Later naar Wassenaar gegaan en uiteindelijk heb ik in Wassenaar dit van haar gekocht.
Nou, heb je daar een paar Jugendstil of boekensteunen die vind ik zelf heel erg mooi. Olifantjes. Oh. Nice. En nog een scheepvaartschilderij. Ja. De haven van Vlaardingen. Oh, is hetzelfde? Ja, het is hetzelfde. Het is alleen een andere druk. Het is een druk van tiental jaar later. Nice. En dan staat er allemaal aardewerk in. En Delfsblauwe vaasjes. Delfsblauwe vaasjes, toch? Ja, ja, dat zijn allemaal Delfsblauw. Ik zal even dit ding open doen. Ja. Oh, daar heb je zo'n mozaïek zo'n olifantje. Mooi gestileerd potje. Allemaal kruikjes. Maar wat zat daarin? Jenever. Ja, jenever. Jeneverkruikjes. En oude pen inkt. Inkstellen. Inkstellen. En daaronder allemaal dingen van Calvé. Calvé. Van de pindakaas. Ja. En slaolie.